Ja, het doek is van het slot af. Nou, dan kunnen we denk ik wel beginnen. Oh nee, jezus. De technische commissie heeft vergeten op te ruimen. Nou, dat moet ik wel even doen dan. Dan zal ik even spullen opruimen. En dan neem ik de grote rode kleurboek ook maar even mee, want dan ligt hij ook allemaal in de weg. Nou, dan is het nu wel klaar voor de show en dan gaan we nu beginnen. Fijne voorstelling. Hey Sjaki, kom eens even naar beneden, joh. Oh, sorry, ja, dit moet allemaal handjes geven, joh. Geen stoute sorry, kinderen, sorry, hoor. Sorry, oh, sorry, ah, sorry, sorry, oh, sorry, sorry. Ah. Alleen de allerliefste kindjes van Oosterwijk in één zeker. Zaal. Ja! Nou, dat treft, zeg, dat is toevallig. Kijk eens, Sjaki, jij. Ja, dit zijn ze echt, hoor. Ja, dit is een zaal. Nou, ze hebben er zin in, joh. Ja, hebben jullie een beetje zin in, of niet? Ja. Oorverdovend klinkt het. Twee. Ik zeg, lieve kindjes, hebben we er een beetje zin in? Kijk, nou zijn ze wakker. Yes. Oké, en hebben jullie zin om een liedje te zingen? Het liedje van de Stoomboot. Ja. Yep. Ja, zingen jullie die dan heel hard mee? Oké, laat maar horen. Meneer Van Berkel. Zie ginds komt de ik hoor niks. Harder. Harder. Hoe het ons zijn vaten en de koppen in. Hoe waaien. En het ons feest toe. Hey! Wie zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is, de roem. O, lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rijd toch niet stilletjes ons huisje. Heel goed meezingen hoor, dat gaat helemaal goed komen zometeen. En zoals jullie kunnen zien, zijn de pieten inmiddels al tussen alle rijen door aan het gaan om iedereen een handje te geven. Maar Sinterklaas die kan natuurlijk niet door de rijen heen, dus die doet even alleen de buitenkant. En straks, aan het eind van de voorstelling, dan gaat Sinterklaas daar op een stoel zitten en dan krijgen jullie allemaal een handje van Sinterklaas. En een enorme, grote snoepzak! Nou, lusten jullie eigenlijk wel snoepjes? Ja! Oh, dus wat krijgen jullie straks? Een enorme, grote snoepzak! Ja! Nou, heel veel plezier! Kregen wij
Jaki, voor dit mooie lied. Sinterklaas. Heel erg mooi en stemmig. Hebben jullie dat gezien? Het kasteel op de achtergrond. Mooi, hè? Vind je het niet mooi? Ja, ik vind het wel mooi. En een groot orkest er bovenop. Ja. Heb je ze al horen spelen? Zullen we een applausje vooraf doen? Voor deze keer? Ja. Kijk, dan gaan ze extra mooi spelen, hè, voor jullie. En dat is nodig, want jullie zijn natuurlijk de liefste kindjes van heel Oosterwijk, hè? Ja. Hebben jullie al een keer het schoentje gezet? En zat er al iets in? Ja. Zie je wel. De liefste kindjes, die krijgen iets. Helemaal gelukt, hè? Ja, helemaal gelukt. Wortel erin gelegd ook. Of een broodje of zo. Of misschien een glaasje water erbij gezet. Ja, kan allemaal, hè. Goed gewerkt, goed gewerkt. Jullie zien er allemaal mooi uit. En ik vind dat de pieten er ook mooi uitzien. Vinden jullie dat ook? Ja, mooi, hè. Kennen jullie de pieten nog? Ja, weten jullie nog hoe ze heten? Hummus. En dinges. Ja, dinges. En dingetje. En die ene. En die nieuwe. Nee. Dinges. Ik denk dat we ze opnieuw moeten voorstellen. Hè? Dat we moeten zeggen wie welke naam heeft. Ja, dat vind ik een goed idee, Sinterklaas. Heb je daar een idee over? Ja, ik heb een voorstellied geschreven. Geniaal. Pietje om de namen te zeggen. Jazeker. Ah, dat is slim. Dus dan mag u lekker gaan zitten, Sinterklaas. Ik ga zitten. En wat doen wij dan? Wij blijven hier staan. Nee, wij gaan heel even aan de zijkant. Af. En dan komen wij zo terug. Oké, daar. Een liedje zingen, wat goed. Dag hoor. Daar. Ja. Ik heb voor de kindjes een nieuw voorstellied gemaakt. Een nieuw voorstellied gemaakt, zodat iedereen ons kent. Zodat iedereen ons kent, zodat iedereen ons kent, zodat iedereen ons kent. Het begint met de N van nieuwste, ja, het is Danilo op zijn best. Lief en grappig, stoer en vrolijk is hij elke dag. Door de schoorsteen met cadeautjes doet hij met een lach. Wij zijn de Pieten van de Sinter, Pieten van de Sint. En de G dat is van Grapjas, ja, dat is Paco op zijn best. Goeie grappen, die maakt Paco, ja. Hier en daar een mopje tappen, dat doet Paco, ja. Wij zijn de Pieten van de Sinter, Pieten van de Sint. Wij zijn klaar voor ieder kind, ja, zijn klaar voor ieder kind, ja, zijn klaar voor ieder kind. En de T die is van danseres, doet Vianna op haar best. Lekker dansen doet Vianna, ja. Lekker zwaaien en wat springen doet Vianna, ja. Wij zijn de Pieten van de Sint, de Pieten van de Sint. Wij zijn klaar voor ieder kind, ja, zijn klaar voor ieder kind, ja, zijn klaar voor ieder kind. En de Zet die is van zanger, ja, dat doet Sjaki op zijn best. Harder zingen doet hij hier en daar. Hoge noten voor hem ieder jaar. Wij zijn de Pieten van de Sint, de Pieten van de Sint. Wij zijn klaar voor ieder kind, ja, zijn klaar voor ieder kind, ja, zijn klaar voor ieder kind. En de S dat is van schrijver, ja, het is Roberto op zijn best. Heel veel schrijven in dat grote boek. Even lange lijstjes kijken voor dat grote boek. Wij zijn de Pieten van de Sint, de Pieten van de Sint. En dan nu de jongste van het stel, Valentina, dat ben ik. Grapjes maken, liedjes zingen, doe het allemaal. En dan op de daken klimmen, ik doe het allemaal. Wij zijn de Pieten van de Sint, de Pieten van de Sint. Een nieuw voorstellied gemaakt, een nieuw voorstellied gemaakt, zodat iedereen ons kent. Zodat iedereen ons kent, zodat iedereen ons kent, zodat iedereen ons kent. Ja, goed zo. Valentina, wat goed zeg. Dank. Heb je er lang aan gewerkt?
Ja. Een jaar? Een heel jaar, Sinterklaas. Zo. Daarom is het zo mooi geworden. Echt goed. En hebben jullie het goed gehoord hoe ze heten? Nee? Nou, dan gaan we het eens even proberen. Wie is dit? Sjaki. Ja, wel goed gehoord. Goed onthouden. Sjaki. Wie is dit? Paco. Ja, natuurlijk Paco. Kennen jullie wel. En dan een nieuwe. Danilo. Ze kennen jou al. Heel goed. Ja, prima. En wie is dit? Viana. Ja, inderdaad. Viana. En wie is dit? Roberto. Ja. En wie is dit dan? Valentina. Ja, goed zo. Ja, en nu de allermoeilijkste van allemaal. Wie is dit? Yes, ja, hij is erbij, hoor. Dat weten jullie wel, hè. Ja, zeker weten ze dat. Nou, ik ben eens benieuwd of dat jullie ook nog meer liedjes kunnen zingen. Willen jullie voor mij een liedje zingen? Oh ja, dat wil ik wel doen. Zullen we dan dat ene liedje zingen speciaal voor uw verjaardag? Ja, leuk. Zet de cadeautjes maar wat klaar, want er is een nieuwe eentje. Ja, Dat is niet wat ik bedoel, Paco. Nee, het is wel een heel leuk liedje. Maar ik bedoelde meer dat Sinterklaas liedje over zijn verjaardag. Welke bedoel je nou? Sinterklaas is jarig. Die kennen jullie toch wel? Oh ja, nou zit dat ook. Ja. Die wil ik zingen. Zingen jullie mee? Ja, meneer Van Berkel. Sinterklaas is jarig. Wat is er aan de hand? Wij zijn een liedje voor u aan het zingen. En ik ben een beetje de wacht kwijt, want ik mis iets. De wacht kwijt? Ja, wat is er aan de hand? We staan hier een beetje om stinken te doen. In de wacht kwijt. Ja. Is het de wacht kwijt? Ja. Door maar de wacht. Waarom dan, Sinterklaas? Ja. Je ziet het, hè. Ik kom gewoon niet meer uit mijn woorden. Ja. Ik ben het boek kwijt. Waar is het boek gebleven? Oh, dat is hier, Jan. Ja, niks mis mee. Het boek, daar is niks mee gebeurd en het is gewoon hier. Pak het dan en geef het aan mij. We hadden dat daar... Het was hier. Het was hier. Ja, het zou het Iliad maar zijn. Top. Hebben jullie het boek gezien? Ja! Oh, en hebben jullie het boek? Nee. Wat zeg je? Meegenomen. Oh, heeft iemand het meegenomen? Hoe dan? Welke kant op? Maar hoe dan? Oh, ik hoor het... Die kant. Een meneer dacht dat het rommel was. Oh nee. Oh, oh jee. Ja, met mijn boek, dat is geen rommel. Nee, hier staat dat niks. Dat is geen rommel. Oh jee. Hier staat hij niet, hoor. Maar het zou hier wel moeten zijn. Ja. In Tidian. Ja. Ja, het boek. Ja. Niks mee gebeurd. Niks mee gebeurd met zeker dat boek. Zeker geen koffie overgevallen. Nee, niks. Roberto, luister eens even. Sinterklaas. Jij zou toch goed op dat boek passen? Jij had je aangemeld. Ik wil graag de hoofdpiet zijn dit jaar. Ja, je klopt, Sinterklaas. En nou is het boek weg. Hoe kan dat nou? Nou, ja, Sinterklaas, ik had dus op het boek gelet. Ja, nou... En toen had ik dat op tafel gelegd, want ik moest even plassen. Hoge nood. Ja, kan. En, maar, ja. Toen heb ik het dus niet meegenomen. En toen ik terugkwam, toen was er iets mee gebeurd. Maar wat was er mee gebeurd? Dat kan zij het beste vertellen. Wat dan? Oh jee. Jawel, doe maar. Ik wil het weten, hoor. Ja, Sinterklaas. Nou, het is al een paar weken geleden. Sjaakje en ik, het leek ons leuk om een keer stiekem in het grote boek te kijken. En ik zei, doe dat nou niet! Ik deed het toch. Dat mag niet. Ja, nee, dat mag niet, Sinterklaas. En zeker niet stiekem, hè? Nee, je zou het misschien een keer mogen als je het vraagt, maar toch niet zo. Nee, dat is waar. En dat zei Paco ook.
En toen kregen we een beetje zo ruzie om het boek. Ruzie, ook ja, nog. En ik had koffie in mijn handen, Sinterklaas. En toen koffie. Viel dat zo over het boek. Over het boek. En toen konden we dus alle bladzijden van de kindjes uit Oostwijk konden we niet meer lezen. Ook nog van deze kindjes. Ja, die. En hoe moet... dat kan... Hè? Dan weten we niet meer welke kindjes hier wonen. Ja, nou nee, maar we hebben het ook opgelost, Sinterklaas. Ja, is ja, het nog ja, goed echt gekomen? Wel. Ja, dan niet dan. We hebben al die vieze bladzijden hebben we eruit gescheurd. Eruit gescheurd? Je kunt toch niet zomaar een bladzijde uit het boek van Sinterklaas ja, maar scheuren? We konden het ook niet meer lezen. Maar... Toen hadden we Danilo en die heeft met hulp van alle juffen en meesters ja. uit Oostenrijk alle namen weer verzameld. Okay. En met de intocht hebben we namen in verzameld. De schoentjes. De schoentjes. Ja. Dus toen hadden we alles weer. Hey, maar nou gaat mij een lichtje branden. Jullie vroegen of Danilo ook mee mocht helpen. Ja. Aha, heeft dat ermee te maken? Dat heeft ermee te ja. maken. Weet je wel, Sinterklaas hadden we ook echt dringend nou nodig. Nou wordt het duidelijk. En ja. is het nu ook opgelost? Ja, want toen hadden we ja. alle bladzijden. Toen zijn we naar Boekhandel Oosterwijk gegaan. Die hebben al die bladzijden weer ingebonden in het boek. Ingebonden. En toen was het weer compleet. Het heeft de postbode heeft het hier naar Tiliander gebracht. Nou, ja. even daar. Dus het is ja. hier in Tiliander. Ja. Het is hier, maar nu, ja, dat is dan ja. nu even wel het probleem. Waar is het ja. dan precies? Eventjes kwijt dan nu. Ja. Oh. Nou, dan zou ik het maar eens gaan zoeken. Denk ik goed zo. Goed idee. Hè? Laten we dat eens gaan doen. Gaan we doen, Sinterklaas? Ja. Ja. Valentina, wacht toch. Ja. Waar gaan we zoeken? Jongen, 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 het boek weg. Waar gaan we sorry, zoeken? Sinterklaas. Ja, en nu, want ja. Wat moet je zo doen dan als je... Waar kunnen ze het gelaten hebben? Wie kan het gevonden hebben? En als iemand het gevonden heeft, waar is het dan naartoe? Oh ja, als iemand het gevonden heeft, hebben ze het misschien wel naar het politiebureau gebracht. Ja. Nou, naar het politiebureau misschien, ja. Nou, gaan jullie naar het politiebureau ja. en gaan ja, vragen gaan doen, of het bij de gevonden voorwerpen ja. afgegeven is. Ja, we gaan er nu naartoe. Kom mee, kom mee. Jongen, ja. jongen, jongen, wat een gedoe zeg. Ik heb een honger van gekregen. Goedemiddag. Ja, hallo. We hebben een vraag. Ja, ogenblikje. Ja, zeg het maar. Yo. Ja, 15 personen huisgemaakt. De verdiet. Lekker. 3 Bikkie Burgers. Lekker. 2 kroketten. 3 koteletten. Doet er ook maar een smelder al bij. Ja. Oh, hallo. Wil jij ook nog iets? Ja, rendang kroket. Rendang kroket. Het is erg belangrijk. Wacht. Hebben we niet. Doe dan maar kaassoufflé. Een kaassoufflé. Oh, met kip. Een kaassoufflé met kip. Ja. Hebben we niet. Oh. Kunnen jullie ons kaasvlees helpen? Ik wil even wachten. Ja, wanneer kan ik het ophalen? 10 minuten. Lekker. Ja, dank. Jo. Ja. Jo. Welk nummer? 63. Ja. Ja. Heb je ook een nummertje? Ja, kunnen jullie ons helpen? Ja, we hebben een nummertje. Nummer 76. 71. 71. 72. 73. Ik ken trouwens een goede mop. Oh ja, vertel eens. Ja, nou. Sjaki kwam bij de dokter. Niet. Zegt tegen die dokter. Denk dat ik een bril moet. Ja? Kan wel kloppen, want je staat bij de kaaswinkel. Hahaha.
Het is echt dringend. We zijn niet hallo, kwijt. Ja. Snap je? Ja, 76. Ja, hallo, ja. Ja. Oh. Het grote boek van Sinterklaas. Is dat misschien hier? Nee. Nee. Kunnen jullie even kijken? Misschien bij de gevonden voorwerpen? Ja, ik kan wel even kijken. Ja, dat is niet het boek van... Dat is niet het boek van Sinterklaas. Er ligt hier wel een zak. Zo, hé. Nou. Er ligt wel een zak. Ja, en hoe ziet die eruit? Ja, hoe ziet dat eruit? Ja, het is een groot, dik, rood boek met zo'n gouden kruis op de voorkant. Ja, een hele goud kruis. Ja. Oh, hallo. Dat is lekker. Zo dan. Hé, waar ga jij met die benen naartoe? Oh, fiets voor jou. Wat voor dikkie, hé. Nou. Dat is even... Hallo. Wat voor... Ja. Zo. Hebben jullie het nou gezien of niet? Wat? Wat? Het boek. Wat zoek je? Heb je het boek gezien? Boek? Ja, hebben jullie het gezien? Waar? Waarom? Daar. Daar? Wie had het vast dan? Wat was dat? Die blauwe een meneer. Piet. Een blauwe meneer? Een blauwe meneer. Een smurf. Was het een smurf? Of was het een blauwe mevrouw? Nee, dat is... Hij leek van Dory Philip een stewardess. Nou, stewardess? Ja. Hé, hey, die vliegen. Ja, die, zou die op weg zijn naar het vliegveld? Nou, kom, nee. We gaan kijken. We gaan snel zoeken. Snel. Dankjewel voor het helpen, hè? Ja, graag gedaan, hè? Ja, hey, ook graag gedaan. Jongen. Ja. Moet je nog een frikandelle bij? Nou, lekker. Een stewardess, die gaat met het vliegtuig weg. Zou ze het boek meenemen? Ik denk het wel. Goedendag, dat is ook wat. Dames en heren. Namens gezagvoerder Vlieghuis en zijn bemanning heet ik u van harte welkom aan boord van deze Sinterklaas Airlines vlucht op weg naar Madrid. De vliegtijd zal ongeveer 2 uur bedragen. Mijn naam is Truus Treuzel en ik ben vandaag uw purser op deze vlucht. Dan vraag ik nu graag uw aandacht voor de veiligheidsinstructies. Wilt u dan nu uw stoelriem vastmaken? We laten u zien hoe u de stoelriem wordt gesloten, strak getrokken en weer wordt geopend. Dit toestel heeft 4 nooduitgangen. 1 voor in de cabine, 2 boven de vleugels en 1 achter in de cabine. In geval van een noodsituatie worden de tekens op alle nooduitgangen verlicht en de verlichting op de vloer verwijst u naar de dichtstbijzijnde uitgang. Zoals gebruikelijk bij vluchten over water zullen we een demonstratie geven over het gebruik van het zwemvest. Het zwemvest bevindt zich onder uw stoel. Haal het zwemvest uit de verpakking. Plaats uw hoofd door de nekopening. Bevestig de band via uw rug en maak die aan de voorzijde vast. Om het zwemvest op te blazen geeft u een ferme ruk aan het rode label. U kunt het zwemvest bijvullen door middel van rode buisjes aan beide kanten van het vest. Dit mag nooit in de cabine gebeuren. Alle zwemvesten zijn voorzien van een lampje dat gaat branden als het in aanraking komt met water. Ten slotte, in de stoelzak voor u vindt u een kaart met alle vliegveiligheidsinstructies en de locaties van de nooduitgangen. Dames en heren, wij danken u voor uw aandacht en wensen u een goede vlucht naar Madrid. Ja, alle passagiers even luisteren. Hier volgt de mededeling. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hier is your captain speaking. Op de radio, we gaan een beetje heen en weer. Want de motoren doen het allebei niet meer. We hebben ook een lekker band. En heel het station is volledig uitgebrand. Maak hem ook een goed bericht, want we hebben prima zicht. Oh nee, het boek, het viel in de zee. Oh nee, kom, we gaan gauw kijken. Jeetje, het boek in de zee gevallen. En wat moet er nu toch gebeuren? Kijk, daar komt de zee al aan. Ik zie het. Het water. En het vliegtuig wordt weggesleept. Ja, dat is een beetje een zwak vliegtuig. Een beetje turbulentie, hè? Jongen, jongen, wat ging dat op en neer, zeg? Nou, ik ben benieuwd of ze... Misschien hebben ze wel een onderzeeboot of zo, hè? Dat zou kunnen. Ik ben benieuwd. Langs de boeien, een dagje lekker roeien. Roeien, roeien, vangen aan de roeien. De
hou op, dat is niet leuk. Ja, ik lig anders behoorlijk in de deuk. Roeien, roeien langs de boeien, dacht je lekker roeien. Roeien, roeien, mijn wangen gaan weer groeien, naar boven zijn het groeien. En heb je hoge nood, ik moet plassen, en zit je in een boot, dan heb je een probleem, want dan kun je nergens heen. Dan hou je het maar op tot de volgende stop. Roeien, roeien langs de boeien, dacht je lekker roeien. Roeien, roeien, mijn wangen gaan weer groeien, naar boven zijn het groeien. Dan neem ik het wel over, laat me dan maar gaan. En dan komen we zo dadelijk in Zandvoort aan. Roeien, roeien, langs de boeien, dacht je lekker roeien. Roeien, roeien, mijn wangen gaan weer groeien, de golven zijn als roeien. Roeien, roeien, langs de boeien, dacht je lekker roeien. Roeien, roeien, mijn wangen gaan weer groeien, de golven zijn als roeien. Zo, nou ja, ze roeien helemaal naar Zandvoort, hoor ik zeggen. Maar ze roeien niet zo hard, want ze hebben het boek niet ingehaald. Maar in Zandvoort, daar zijn wel auto's die hard rijden, geloof ik. Hebben jullie dat wel eens gehoord? Ben je daar geweest zelfs, bij de Formule 1 races? Ja, en wie race daar? Max Verstappen, hè, die kan pas hard rijden. Dat is de wereldkampioen geworden, hè? Ja, misschien kan die Sinterklaas wel helpen. Zou dat kunnen? Als we nou Max Verstappen eens hier naartoe roepen. Willen jullie dan Sinterklaas meehelpen? Dan tel ik tot drie en dan roepen jullie allemaal Max Verstappen. 1, 2, 3. Ja, kijk, dat moet hij gehoord hebben, want we zijn vlak bij Zandvoort. Oh, ik hoor al een auto langs. Oh, daar gaat het boek. Oh, dat gaat snel, zeg. Nou, ik ben benieuwd. Ja, kijk, daar komt hij aan. Nou, die rijdt hard, hè. Maar ik ben benieuwd of hij het kan inhalen. Er zitten veel bochten in de weg, ik zie het nog niet. Misschien helemaal, helemaal erachter. Nee hoor, ik zie geen boek, maar hij rijdt wel hard. Niet hard genoeg, denk ik. Oh wacht, er komt een pitstop. De wielen gaan eraf. Oh wacht, ja. Hardere banden. Hardere banden, dan kan hij harder rijden. Kijk, wat een team, hè. Wat een team, kijk. Wiel vastzetten. Ja, net op tijd klaar, daar gaat hij weer. Jongen. Ja, nou rijdt hij daar hard. Ik geloof dat ik daar achter het boek zie. Ja, kijk, hij haalt het een beetje in, hij haalt het in. Oh, net in die bochten kan je net weer niet hard genoeg gaan, hè. Even opnieuw. Ja, Max, zet hem op. Dit is een slecht stukje. Nee. Het gaat nog net niet. Ach, te veel bochten, hè. Veel te veel bochten. Wacht, ja, dat klopt. Ja, nou even een rechtstuk. Ja, kijk. Ja, gered, hè. Applaus. Heel goed. Dankjewel, Max. Dankjewel. Hè. Daar is hij dan, hè. Jongen, een hele reis gemaakt. En nou heeft Sinterklaas hem. Dat is maar goed ook. Want anders zou het helemaal niet goed komen. Al die kindjes die hierin staan. Dat is heel belangrijk voor Sinterklaas, hè. Zo, en daar moeten alle cadeautjes... Hey, kijk eens, Roberto. U hebt het boek weer. Ja, het boek is weer terug. Wie kwam het nu uiteindelijk brengen dan? Wie heeft het gebracht, boek. Jongens? Max Verstappen, was die hier? Echt? Ja, die was zo. Hier. Hey, dat is bijzonder. Wow. En hij heeft echt heel hard gereden. Oh, jeetje. Goed, zeg. Zal ik het even op een goede plek wegleggen, Sinterklaas? Ja, pas er goed bij op. Bij uw troon? Ja. En er kwam ook nog een boot langs en die vaarde net niet hard genoeg. Nee, dat ging een beetje te langzaam. En ze hadden wel veel plezier, de jongens, in de boot. Dat wel. Ja. Dat is een beetje een plezierboot. Ja. Ja, toeristisch, denk ik, hè. Dat gaat niet zo hard. Een reisje langs de Rijn misschien. Ja, zo een andere keer. Nou ja.
Maar gelukkig, gelukkig, zoals altijd, is het weer goed gekomen. Zoals Sinterklaas altijd zegt, alles komt goed, hè? Ja. Heb je daar geen liedje over? Ja, jongens, en laten we dan ook net een nummertje over hebben gemaakt natuurlijk. Nee, dat is gezellig. Oh, ik ben wel een beetje opgelucht, jullie niet. De koffie onder het boek, al mijn namen weg. Oh, als dat maar goed kwam. Nou ja, je weet het. Met deze Pieter. Het is soms een beetje moeilijk. Maar op het einde van het liedje komt alles altijd weer helemaal goed. Ja, zo is dat. Dankjewel, Paco. Goed gedaan weer. Ja, en Roberto, pak jij het boek er eens bij? Ja. Want ik wil eigenlijk al even controleren of het allemaal wel goed gekomen is. Kijk eens even. Ik heb Milan staan. Ja. Milan. En Loes. Loes. Loen. Oh, Daan, ik kon het niet lezen. Ik heb zo snel. Ja, ik denk dat het klopt, Roberto. Ja, staat er allemaal in. Ze staan er allemaal in, Sinterklaas. Veel namen, hè? Goed, hè? Jongen, alle Oostenrijkse kinderen. En een potlood. Wat gaan we... Oh, ik weet het al. Weet je het al? Ja. Want nou hebben we de namen, maar nu moet er nog bij komen wat de kindjes willen hebben. En jullie krijgen dus de kans om zo meteen keihard te roepen wat je hebben wilt. Ja, keihard. Een poppenwagen of weet ik wat. Goed nadenken wat je vraagt, hè. Dus Sinterklaas telt tot 3 en dan mag je roepen. 1, 2, 3, roept u maar. Ja, hard roepen. Ga nou maar even door, want je mag het wel een paar keer zeggen. Roep het maar keihard. Ja, goed zo. Goed zo. Ja, we hebben het, Sinterklaas. Even kijken, Sinterklaas. We hebben een unicorn. We hebben Lego Ninjago. We hebben Paw Patrol, spulletjes. We hebben veel meegenomen. Even kijken, wat staat hier nou? Gewone Lego. En dan hebben we Play-Doh. Boeken. Boeken, poppenwagen. Ja. Pokémon kaarten. Oh, daar staat zoveel in, Sinterklaas. Ja, mooi. Ja, heel veel moderne dingen ook, hè. Ja. Die kindjes die zijn wel van deze tijd. Ja. Dat merk je meteen, hè. Nou, heel goed gedaan. We zullen kijken wat we allemaal voor jullie kunnen doen. Je moet natuurlijk niet boos worden als je niet krijgt wat je gevraagd hebt, hè. Want dat kan gewoon wel eens een keer voorkomen, hè. Dat is,
dan denkt Sinterklaas dat misschien het kindje net even iets anders moet hebben. Of dat het net te duur is of zo. De kinderen vragen soms hele dure dingen. Hè? Ja, ja, ja. Het valt niet mee om iets goeds te kiezen. Maar goed, het zal wel goed komen. En nou durf ik het eigenlijk bijna niet te vragen. Want jullie hebben al zoveel gezongen. Maar ik heb een heel mooi liedje gehoord op internet. En het is het liedje van dit jaar. Hebben jullie dat liedje ook al gehoord? Het liedje van dit jaar? Hey. Ja. Zullen we vragen of ze dat nou willen zingen? Dat is voor jullie gewoon. Nou, dat vinden wij wel een beetje spannend, Sinterklaas. Ja? Want dat is wel de eerste keer natuurlijk helemaal live voor de liefste kindjes. Maar... Nou, ik denk dat het gaat lukken. Maar als jullie dan meedoen, dan misschien wel. Doen jullie mee? Ja, Billy, dat doet goed. Zo. Ja, zo hard als je maar kan. Oké, Billy van Berghoop. Ik verlang naar een feestje, mooiste tijd van het jaar. Begint in november, de cadeaus staan al klaar. Ik heb er soms zin in, ik hou het niet meer. Die handjes de lucht in en spring op en neer. Ja! Kom feest mij met onze Pieter. We dragen op de volle vloer. Hij klinkt daar wel de schoorsteen, het allerhoogste lied. Zo horen alle Pieter dat iedereen weet. Kom feest mij met onze Pieter. Een letter in je schoentje, of misschien wel twee. Is het een pepernootje en wat speculaas? Dan zing je weer uit volle borst, dank u Sinterklaas. Maar straks op 5 december, dan is het feest compleet. En krijg je de cadeautjes die Piet in zakken deed. De fijne pakjes avond, gezellig bij elkaar. We willen het feest komende jaar. Geweldig. Ik heb horen zeggen dat het door heel veel mensen geschreven is. Ja. Dat klopt, Sinterklaas. En dat doen we gezellig op een avondje, zo gezellig bij elkaar. Gewoon bij elkaar, hè, gezellig. Heel goed samenwerken natuurlijk. En dat kunnen die Pieten, hè. Ja, en dan zetten ze dat op internet, hè, op YouTube. En dan wordt... Wie heeft het op school al gehoord? Ja, op school hebben ze dat gedraaid. En thuis ook? Ja? Ja, zie je wel. Er wordt veel naar geluisterd en daarom kennen jullie het liedje eigenlijk al zo goed. Ze hebben het zo goed... Wat? Zeker Sinterklaas. Wat sta je nou te doen met die stad? Ja, Sinterklaas, ja, ik vind het heel vervelend, maar het is afgelopen. Ik heb zin in een pilsje. Zo. Hey, en jij wil hoofdpiet worden.
Ja, ja, ik heb gewoon dorst, Sinterklaas. Kijk, we zijn hier wel voor die kindjes en niet voor jou plezier natuurlijk. Oké. Kijk nou. Maar willen jullie niet, jongens, hè? Nee. Willen jullie al naar huis? Nee. Ja, zie je wel. Ja, dan sta je daar met je staf. Ja, maar Sinterklaas. Sinterklaas. Ja. Eén liedje nog. Eén. Zullen we dan nog één liedje doen dan? Met je... Oh ja, dat liedje om rustig te worden. Om een beetje bijna bij in slaap te vallen, hè? Hier in de maneschijn gaan staan. Zachtjes gaan de paardenvoetjes. Trippel, trappel, trippel, trap. Is het paard van Sinterklaasje. Stippe, stappe, stippe, stap. Schimmeltje draagt met gemak Sinterklaasje overdag. Schimmeltje draagt met gemak Sinterklaasje overdag. Paardje kan de weg wel vinden. Trippel, trappel, trippel, trap. In het helder maneschijntje. Stippe, stappe, stippe, stap. Paardje is nog lang niet moe, maar hij moet naar bedje toe. Dankjewel dat jullie Sinterklaas zo lief en goed meegeholpen hebben met dat lied. Sinterklaas. Oh, wie is dat nou weer? Ja, Sinterklaas. Nu is het echt afgelopen. Oh, meneer Van Verrooy, nou zie ik het. Ja, echt tijd voor een pilsje. Ja, ja, klopt. Hè. Gewoon maar zeggen. Ja. Meneer Van Verrooy komt er een eindje aan breien, ja, zoals ze helaas, dat zeggen. Sinterklaas. Ja, ja. Moet ook een beetje rusten, want morgen komen er weer kindjes. Dat is waar. Ja, ja, ja. Een lange dag voor Sinterklaas. Ja, daarom. En... even voor de papa's en de mama's. Wij hebben de garderobe rekken verhuisd naar links. Naar de uitgang bij de spoorlaan. Daar kunt u de jas terugvinden. En ik wil graag geheel vrijblijvende collecte aanbevelen. Die zo dadelijk daar bij de deur komt te staan. En u kunt eventueel ook met de telefoon een QR-code scannen. En dan komt het ook goed. Een tikkie. Tikkie, ja. Zo gaat dat, hè, tegenwoordig. En Sinterklaas, ik hoorde Sjaki toen straks zeggen over snoepzakken, maar... Ja, klopt. Ja. Oh ja, ik zei snoepzakken. Ja, klopt. De snoepzakken, zijn die meegekomen, jongens? Ik heb iets meegenomen. Kijk eens even. Oh, wacht eens. Hij is heel zwaar. Wacht eens. Sinterklaas, hé. Dat is een grote kist. Dat is een grote kist. Woehoe. Zit daar snoepzakken in? Snoepzakken! Nee? Dat zijn er veel, hè? Ja. Tjonge, alle kindjes, jonge, Sinterklaas. Alle kindjes in de zaal. Allemaal krijgen ze een zak snoep. En dan gaat u daar zitten, daar in de hoek. Daar in de hoek, ja. En dan krijgen de kindjes een handje en een snoepzak. En dan beginnen we hier bij de eerste rij en dan de volgende. Ja, zo gaat dat. Oké. Okay. Heel goed. En dan nog een laatste vraag, Sinterklaas. Mogen deze kindjes vanavond schoen zetten? Nou. Ik... ja, jullie zeggen wel ja, maar daar gaat Sinterklaas over, hè? Ik weet het niet. Ik moet het even met de Pieter overleggen. Wat vinden jullie? Zit het er nog in? Ja, het zijn wel de liefste kindjes, hè, Sinterklaas. Het zijn de liefste kindjes. Dat is waar. Kijk eens even goed, Sinterklaas. En ze hebben heel goed meegedanst en gezongen. Gezongen. Ja. Geweldig gezongen. Goed de tekst geleerd. Het zijn wel toppers. Ja. Nou, vooruit. We strijken over ons hart. Jullie mogen een schoentje zetten. Yeah! Ja, heel goed. Nou. Ja, ze zijn echt enthousiast.
dan is het nu afgelopen. Het gordijn gaat zo meteen dicht. En zoals al gezegd, de Sinterklaas komt er nog even terug. Maar we gaan nu officieel afscheid nemen. En dan zingen we altijd Dag Sinterklaasje. Hè? Allemaal tot de volgende keer. Dag. Dag Sinterklaasje. Ik verlang naar een feestje, mooiste tijd van het jaar. Begint in november, de cadeaus staan al klaar. Ik heb er zo'n zin in, ik hou het niet meer. Komt-ie, hè? Die handjes de lucht in en spring op en neer. Er komt feest, maar weer het onze liefde. De vragen op de volle vloer. Elke schoorsteen, dat is het hardste niet. Zo horen al de fietsen en dat iedereen het niet. Voor feest, maar mee met onze fietsen. We gaan het rijden op en we dansen op de wind voor de verjaardag van de zee. Ja, la, 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 la. Ochtends wakker, dan kom je naar beneden. Met er in je schoentje, of misschien wel twee. Is het een pepernootje, dan spreek u naast. Dan zing je weer het volle woord, dank u Sinterklaas. Dan schat ze blijft december, dan is het feest compleet.